Johan, vandaag is het dan eindelijk jullie dag waar jullie zo lang naar hebben uitgekeken. Martha vroeg ook ooit, zou je willen trouwen? En toen gaf jij heel mooi aan, Johan, er is maar één vrouw die ooit mijn naam zou mogen dragen en dat is Martha. En dadelijk, over een paar minuten, zal dat zover zijn, dat moment waar jullie zo lang samen naar hebben toegeleefd. Dat was ook een huwelijksaanzoek en dat was ook een hele bijzondere. Dat was op 25 augustus 2021, dus bijna een jaar geleden. En dat had je heel mooi voorbereid, Johan, want niet alle mannen zijn zo inventief, maar dit was een heel erg mooi staaltje van, goh, ik pak terug naar het verleden en ga daar voor Martha op mijn knieën. In het Reuzenrad in Bobbejaanland. Zelfs had je niet in de gaten toen bij het Reuzenrad een hele lange rij stond en jullie gewoon lekker naar voren mochten om daar toch plaats te nemen in die gondel. En daarboven ergens kan ik me zo voorstellen, jij was foto's aan het maken, Martha, ging Johan op zijn knieën en toen heb je letterlijk gezegd, ik wil verder gaan met jou daar waar we ooit begonnen zijn. En dat was het startpunt van het feit dat we vandaag nu hier samen zitten. Heel mooi, heel romantisch, ik kan niet anders zeggen. Mensen, sommige dingen zijn meant to be en ik weet zeker, dit is absoluut een gevalletje. Het heeft zo moeten zijn.